Hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik ben weer aan het werk, thuiswerk. Althans, ik ben aan het thuiswerken. En ik heb even pauze. Het is nu 10:15 geweest net. En ik dacht, ik ga eens even lekker op de bank zitten. En zoals jullie kunnen zien, ligt Ukkie hier te slapen op de bank. Die ligt lekker op zijn schoon gewassen dekentje. We gingen laatst met Ukkie met de buggy. Ukkie heeft een hondenbuggy, gingen we lekker naar buiten. En toen had hij op zijn dekentje geplast, want hij had van tevoren niet geplast. Dus ik dacht, neem hem toch eventjes gezellig mee naar buiten. Of we gingen toen wandelen. En toen zat hij al een beetje te miauwen en toen... dan heeft hij toch geplast. Maar geeft niks, want we hebben dan gewoon daaronder een plasticje. Dus dan gaat het verder niet door in het kussentje wat eronder zit. Maar dan hebben we altijd een lekker zacht dekentje erop. En dan doen we hem ook altijd wel even zo'n truitje aan, Omdat het een binnenkant is natuurlijk best koud als je in één keer naar buiten toe gaat. Dat hadden we even gedaan toen. En vandaar dat hij dus gewassen moest worden en dan was het lekker droog. Dus ik had hem hier even op de bank gelegd en Ukkie die houdt van zachte dekentjes, dus die ging lekker erop zitten. Straks heb ik nu eigenlijk geen tijd voor, want ik ga ze nog eventjes thee zetten, eventjes plassen en dan is de pauze ook alweer voorbij. Maar straks heb ik wat leuks voor jullie, want ik heb namelijk gisteren een tas opgehaald met kleding. Het is geen... kleding, ketting, ruil, tas, dat niet. Maar ik doe wel even alsof het zoiets is. Want alles wat ik niet neem, of alles wat ik niet leuk vind of niet past, of wat dan ook, dat breng ik namelijk naar een weggeefwinkel. En ik zie die weggeefwinkel een beetje als een soort ruilwinkel. Ik moet straks ook weer lippencreme opdoen, voel ik. Als een soort ruilwinkel zie ik dat. Het is eigenlijk een weggeefwinkel. Dus alles wat daar binnen is, kan je gewoon gratis meenemen. Alleen voelt het voor mij beter. Dat is dus niet verplicht, maar het voelt voor mij beter als ik dan ook wat teruggeef. Dus als het goed is, gaan we einde van deze maand nog even bij de weggeefwinkel kijken. Ik vraag dan even of ik binnen mag filmen. En misschien dat de... eigenaar, ik weet niet zo goed hoe dat heet. Misschien degene die dat heeft opgezet. Misschien dat hij ook wat wil vertellen erover. Maar dat weet ik allemaal nog niet helemaal. Stel dat ik daar mag filmen, dan is dat leuk. En als dat niet zo is, dan niet, maar hier heb ik een hele grote tas. Ik probeer hem even op te tillen. Het is een hele grote tas vol met... kleding, shirtjes, volgens mij zitten er wat broeken in. Maar het moet maar net je maat zijn. Eerder deed ik kleding wat ik niet meer paste of wat ik niet meer wilde, deed ik in de kledingbak. Maar het voelt voor mij beter om dat dan naar een weggeefwinkel te doen. Want bij een kringloop wordt het weer verkocht. En dan gaat soms wel de opbrengst bijvoorbeeld naar een goed doel. Dat is ook helemaal goed als je daarvoor kiest. Maar dan ga ik liever voor een weggeefwinkel waar mensen heen kunnen die weinig te besteden hebben. En die gaan daar dan naartoe om ook kleding uit te zoeken. En als ik dan wat ga ruilen, dan ga ik zelf ook altijd eventjes kijken van, is er misschien nog wat leuks? Ze hebben niet alleen maar kleding hoor, ze hebben echt ook spulletjes, kerstspulletjes, knutselspulletjes hebben ze wel eens een beetje. Speelgoed voor kinderen, ook heel leuk. Het is niet elke week open, volgens mij is het om de week open. Normaal gesproken kan ik er ook helemaal niet naartoe. Want dan is het door de week open en dan ben ik verder aan het werk. Dus ik moet echt wachten tot het op een zaterdag open is. En ik hoop dat dat ook weer in het nieuwe jaar zo is. Want eind van deze maand mag je nog geen nieuwe spulletjes brengen. Omdat ze hebben gewoon te veel spullen. Dus ik ben het aan het opsparen. We hebben al 2 tassen vol met wat we daar naartoe willen brengen. Van alles wat, kleding en dat en dat.
dat kan ik wel eens laten zien in de volgende vlog. Van wat wij tot nu toe hebben opgespaard voor de weggeefwinkel. Lijkt me ook wel leuk om te laten zien. Marco heeft gisteren het zat in een ander soort tas, in een soort vuilniszak. Maar daar kon je dus van alles zien aan de buitenkant al. Marco heeft het in deze tas gedaan en een vuilniszak erop gelegd. Zodat ik nog niet kon kijken wat erin zit. Dus ik weet ook nog echt niet wat erin zit. Dus het, ja, ik vind het altijd wel een leuke verrassing. Dat eigenlijk. Ik vind dat leuk om dan zo'n tas op te halen en te kijken wat erin zit. Kijken, misschien kan ik het nog gebruiken. Kan ook zijn dat er helemaal niks in zit. Nou, dan breng ik het allemaal naar de weggeefwinkel. En er zijn vast ook weer heel veel mensen heel erg blij mee. Dus dat, dat is leuk. Vanmorgen heb ik even de was gedaan en opgehangen. Dus dat. En er is ook nog een wasrek en waarschijnlijk is dat allemaal alweer droog. We hebben ook even de matjes van de badkamer. Dus zeg maar een wc-matje. En we hebben altijd een matje liggen voor de wasbak. Zodat je daar lekker warm kan staan. Die hangen aan de waslijn. Dus die zullen ook al wel weer bijna droog zijn. Dus dat is altijd fijn als dat dan weer lekker fris is. Nou, moet ik even kijken hoe laat het is. Ik heb nog 4 minuutjes pauze, dus ik ga nog even thee zetten. Even naar de wc. En dan ga ik weer verder. En dan in de volgende pauze voor jullie het volgende beeld al. Ga ik dus deze tas uitpakken. Ik heb een half uurtje pauze, dus ik denk wel dat dat gaat lukken. Ik ga het verder niet passen, want jullie zien het dan wel in de volgende vlogs. Ik heb trouwens een kettingje om. Deze heb ik nog niet eerder omgehad bij de video. Dit is een kettingje. Ja, ik weet niet of je het kan zien. Met een edelsteentje, als die echt is, van Action. En het is in de vorm van een hartje, dus dat vind ik wel leuk. En ik heb hier ook een kettingje om met een M. Die komt van Hema. Dat is van Marco. En hieronder zie je mijn thermo shirt. Kijk, die zie je hier ook. Die heb ik, zoals je kon zien in de afgelopen weekendvlog, heb ik bij Action gekocht. Ze hadden bijna niks meer, maar ik ben er heel erg blij mee. Want super lekker warm. Dus dat. Want als je stil zit, dan krijg je het snel koud. En dan is het lekker als je een extra laagje hebt. Ik denk, ik doe er een leuk sjaaltje bij. Kijk, maar anders is het zo eenkleurig, zeg maar. Dus ik heb een leuk sjaaltje erbij. Met bloemetjes erop en zo. Dus, ik ga nu even alles doen. En dan zie ik jullie weer in mijn volgende pauze voor jullie het volgende beeldje in deze video. Tot zo! Ik heb pauze en ik ga met jullie de tas uitpakken. Ik laat hem gewoon even hier op de grond staan, want hij is best wel zwaar. Ik haal de vuilniszak eraf. Oh, die leg ik even zo op de grond, dat ik daar alles wat terug kan. Wat ik zeg maar niet hoef, dat leg ik dan even op deze zak. Want er kan natuurlijk een kattenhaartje of zoiets liggen en dan is het in ieder geval huisdier wrijven als iemand daar misschien niet tegen kan. Het eerste. Ik laat gewoon alles aan jullie zien en dan bekijk ik wel eventjes of ik het hou of niet. Het eerste wat ik eruit haal is dit. En ik zal ook even een twijfel dingetje maken, want ik kan niet alles nu beslissen. Ik hou niet heel erg veel van een tekst op mijn t-shirt. Dus deze, die doe ik terug. Ik vind het enigszins wel wat hebben. Kijk, het is donkerblauw. Ik weet niet of je het zo kan zien. Hij komt hier vandaan trouwens. Het is een maat L. Maar deze vind ik niet heel bijzonder. Misschien dat je hem toch ineens in een andere video ziet. Maar ik leg hem eerst eventjes weg. Het volgende wat ik eruit haal is een trui.
Love Creato Anything. Nou, dat is dit. Ik vind het wel leuke kleuren, maar ik weet niet of het mij staat. Ik vind het wel leuke kleuren. Er staat dus wel een tekst op, maar die is niet zo schreeuwend, zeg maar. Dus het valt nog mee. Ik denk dat ik deze wel eventjes ga passen. Ja, ik vind het wel een mooi en een leuk stofje ook. Even kijken wat het is voor een stofje. Of dat er nog in staat. Nee, dat is uitgeknipt. Maar ik denk dat dit een maat M is. Of misschien een L. Maar misschien wel leuk met een lichte spijkerbroek. Ik heb trouwens nu deze broek aan. Ik kan het misschien even laten zien als ik hier op de bank ga staan. Ik heb een broek aan. Was niet super goed bij deze trui, vind ik. Maar die is aan de voorkant is die een spijkerstof. En aan de andere kant is die zwart. En als je bijvoorbeeld deze trui dan hierop doet. Oh, sjaaltje niet natuurlijk. Kijk. Op zo'n broek is het best leuk. Ik heb nog een iets lichtere broek. En daar vind ik hem dan wel leuk op. Zo. Dus deze die wil ik wel even passen. Dus alles wat ik wil passen, dat gooi ik even hier op de leuning. Even kijken. Dit zit binnenste buiten, zie ik. Zo'n t-shirt. Ik heb een beetje tekort aan t-shirts. Dus ik ga wel even kijken van, nou, vind ik dit iets of niet. Het is een maat M. Ja. Wat staat er nou op? Vlekjes. Ik vind dit te wijd. Daar voel ik me niet comfortabel bij als ik zo ga bukken. Zo, dat het dan helemaal zo open staat. Dus deze die hoef ik niet. Ik weet ook niet zo goed wat hier op staat. Ik dacht, is misschien zijn het dit van die pommels of zo, weet je. Die je wel eens in de sloot ziet, maar het is het niet. Dus ik denk meer dat het gewoon vlekken zijn. Op de achterkant staat dat ook. Een soort vijver dacht ik eerst, maar het is het geloof ik niet. Maar misschien is het ook wel, maar ik ben er niet zo heel erg kapot van. Ga ik naar het volgende. Oeh. Een hemdje. Nee, hier ben ik ook niet van. Hij is ook binnenste buiten, zie ik. Dus ja, hij hoort eigenlijk zeg maar zo. Maar nee, dit is niet helemaal mijn ding. Het is zo'n glibberig stofje. Ik hou de tijd wel in de gaten. Ik heb nog 25 minuten, dus ik kan rustig aandoen. Kijk. Ik noem trouwens wel, denk ik, bijna elke video gewoon vlog. Ook al zit ik binnen. Ik ga jullie ook niet elke keer aan het eind meenemen naar buiten. Want dan is het al donker. Dus dat is misschien leuk als het weer een beetje lente wordt. Dat het nog een beetje langer licht is. Dit. En daar staat op. One in a million. Dus 1 in een miljoen. Nee, sorry. Dat is niet mijn ding. Maar ik denk dat hier wel mensen... Het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Zoals je ziet. Hoor. Ja, dat is het, zeg maar. Dat is niet mijn ding. Ik heb jeuk. Niet in mijn neus, buiten mijn neus. Het volgende is dit. En ik zie dat het ook niks voor mij is. Dit is, wat zou het zijn? Knal oranje tegen het roze, neonroze aan. Op de camera ziet het er allemaal iets minder fel uit. Maar dit is te breed. Tenminste, te wijd. Zo moet ik het zeggen. Het volgende is een jasje maat 40. Oh, en dit vind ik dan wel leuk. Vroeger was ik totaal niet van dit. Maar dit vind ik wel leuk. Ik weet niet. Ik vind het mij altijd wel leuk staan. En het ziet er ook nog goed uit. Het is een jasje van Only. Maat 40. Ik heb al vaker zoiets gehad, zo'n soort jasje, niet deze kleur. Maar die was dan te klein. En dan dacht ik, oh, ik doe hem toch aan. Maar dan zit er zo'n ritje en dan zit je zo te,
ja, dan krijg je hem gewoon niet goed dicht. Dan ziet het er ook niet mooi uit. Dus die leg ik eventjes wel bij bewaren. Dan het volgende. En het zit allemaal binnenstebuiten. Sommige mensen die wassen heel veel binnenstebuiten. En misschien is dat de bedoeling. En ik denk dat de kleuren soms ook mooier blijven. Het is trouwens wel allemaal gewassen. Dus dat ruikt goed. Even kijken wat dit is. Dit is een soort van veter. En ja, maar mij staat het niet. Kijk, als je dit zo voor me... Ja, deze kleur is ook niet super goed hoor, bij mij. Maar iets donkerders, dat staat leuker. En bijvoorbeeld dit staat wat leuker dan dit. Het wordt allemaal één zo'n geheel en allemaal zo wit. Dus deze, die gaat mooi niemand anders toe. Het is een leuke trui. Hier staat ook nog een maantje op. En het is van dat merk. Ik kan het misschien nog even opzoeken. Als dat erin staat. Oh ja, het stond hier. Scotch en soda. Kijk. Maatje 2. Ik denk dat het een L is of een M. Oké. Er zit heel veel in, jongens. Maat M met allemaal dingen. Ananassen. Wel leuk. Dit is een beetje zo'n Amerikaanse vlag idee. Wel leuk. Wel een beetje wijd. En hij schijnt super erg door. Is van Hilfiger denim. Ja. Nee. Niet heel erg mijn dingetje eigenlijk. Nee, ik denk niet dat dit heel erg... Dan heb ik liever een soort donkerblauw t-shirt bijvoorbeeld voor de zomer. Dus deze die ook niet. Dit is een trui. Zit binnenste buiten. Ik hoop dat deze vlog niet te lang wordt. Ik mag tot, even kijken, ik heb nu ongeveer vanmorgen 8 minuutjes ongeveer gevlogd. Dus ik ga echt tot max, nog 5 minuten ongeveer. En als ik het dan niet klaar heb, zeg maar deze tas, als het niet op is, dan film ik het wel verder. Maar dan doe ik het, of ik film het niet verder, nee, dan stop ik verder als ik zometeen... als de tas nog niet leeg is. En dan ga ik verder vrijdag in mijn weekendvlog. Dus dan zal ik het vrijdag verder aan jullie laten zien. Dus dan hebben jullie nog wat te goed. Want het is nu bijna voor de helft leeg. Dit een trui. Hij is grijs tot lichtblauw. Hij is van dit merk. Maat M, zoals je ziet. En ja, wat vind ik ervan? Ik vind het lichtelijk een klein beetje kinderachtig of zo. Ja, nee, dit is niet helemaal... Ik zie mijzelf hier niet in lopen. Enigszins wat ik nou zou denken is dat als je hier zo'n kraagje onder doet of een blouse, dat wel leuk is. Aan de ene kant vind ik het helemaal niks. Maar ik zal hem even op het twijfelding doen. Ik wil hem wel even zien, zeg maar, als ik hem aan heb. Hoe die dan staat. Dan heb ik hier een t-shirt. Een zwart t-shirt. En dan ben ik niet zo heel erg van het zwart. En het heeft vooral te maken met dat het altijd heel veel stofjes aantrekt. En haartjes van Uki. Van de kat, die zie je daarop. Uki zit hier niet nog steeds hoor. Hij heeft al rondgelopen, maar hij zit hier weer naast me. Zo, als dit geen schreeuwerige tekst is, dan weet ik het ook niet meer. Of een merk. G-Star. Nee, dit is, is niks voor mij. Maar je kunt hier ook niet altijd alles leuk vinden. Hè? Kijk, de ene stijl van iemand... Kan niet altijd
je stijl zijn. Dus moet je ook gewoon nee kunnen zeggen. Nou, dit. Een leuk shirt wel. Maar dit is echt, nou, veel te wijd. Dus ik hou daar niet zo van. Dan hangt het helemaal hier. Nee. Nou, groen. Dat staat mij niet. Nee, dat, ik heb wel eens vaker zoiets gehad. Dat was groen, maar dit is een blouse. Een damesblouse, denk ik. Van dit merk heb ik schone nagels. Ja. Soms heb ik van die dingetjes. Ik ga mijn nagels binnenkort ook doen. In de komende weekendvlog trouwens. Dus dat gaan jullie zien. Als jullie het bekijken. Dit is... Oh, hier hou ik ook helemaal niet van. Het is een Adidas vestje. Maar als iemand daar wel van houdt, dan is er natuurlijk niks mis mee. Hè? Maar ik hou er zelf niet van. Dit zo, zo'n logo erop en van die streepjes. Nee, dat is niet iets wat ik zelf leuk vind. Oeh, wat is dit? Hoor je dat? Het lijkt een beetje op een soort stug jasje. Oh, er zitten ook allemaal vouwen in. Zo klinkt het. Nee, het is een only jasje. Maar het lijkt, zeg maar, dat hoort natuurlijk zo... Alsof dit zo geknipt is. Zie je? Oh, het beeld. De camera kan hele ding. Het zie hier ook een beetje kapot. Ja, het is een beetje kapot. Wat ik hiermee ga doen. Ik denk dat dit echt eruit geknipt is. Of het hoort zo. Ja, ik denk dat het zo hoort. Ik ga er niet vanuit dat iemand een struit heeft geknipt. Maar ja, dat geeft ook verder niks. Dit ga ik niet naar de weggeefwinkel doen. Want daar wil ik alleen maar dingen die ook echt draagbaar zijn. Deze is kapot hierboven. Vind ik niet netjes als iemand die niet veel te besteden heeft, daar dit weghaalt en dan later denkt, oh ja, maar het is een beetje kapot en die moet er dan mee lopen. En nee, daar voel ik mezelf niet goed bij. Dus ik ga dit in een zak doen en die gaat in de kledingbak. Dus zeg maar die je op straat ziet van die kledingbakken. Dus die leg ik wel even op de grond zo. Zit ik op 14 minuten. Ik ga hier deze nog even laten zien. En dan pak ik nog even een volgend kledingstuk. En dan ga ik vrijdag verder. Dus dat is voor jullie al over 2 dagen. En dan even kijken. Wat is dit? Ik haal het niet helemaal. Er zit weer een soort van tekst op. Niet een grote tekst. Dus dat... Het is een soort badstof van binnen. Badstof. Het is van dit merk. Dat ken ik niet. En er staat op Alex de Label. Niet helemaal. Kijk, dit is. Ik heb truien genoeg. En dan heb ik niet zoiets van. Nou, dit voegt echt iets toe. Dus dit geef ik aan de weggeefwinkel. Dan doe ik nog 1 dingetje, omdat ik zie dat heel goed, zeg maar. Dus dan doe ik deze er even overheen. Weer die ene trui. Zodat ik niet kan zien wat er verder onder zit. Doe ik straks die zak er even over. Het laatste wat ik er voor vandaag even uithaal. Dat vind ik ook allemaal weer spannend. Dat ik nou zelf ook even moet wachten tot vrijdag. Natuurlijk kan ik het straks ook opnemen. Maar dan ga ik gewoon straks weer even verder. En dan kan ik ook nog mooi eventjes even rustig even zitten. Of zitten. Eigenlijk meer bewegen. Dus in de pauze. Nee, ik ga gewoon nog eventjes een beetje rondlopen. En even kijken of ik misschien nog wat kan doen in huis. Dit is een trui. Zou leuk kunnen zijn met die knoopjes. Vind ik wel wat hebben. Maar ik denk dat de kleur niet echt iets is voor mij. Nee. Bij deze, laat maar weten als je denkt. Is het wat? Nee, ik denk het niet hoor. Dus ik luister een klein beetje. Er zit ook zo'n streep hier in het midden. Zo. En aan de achterkant ook. Het is een leuk idee.
Ik ga wel even passen. Maar ik ga er bijna 100% van uit dat dit mij niet staat. Maar misschien onder een leuke lichte spijkerbroek. Dat het nog wel wat is. Of een donkere trouwens, denk ik ook ineens. Dat het nog wel iets is. Maar ik heb in principe genoeg truien. Dus het gaat me meer om de t-shirts, zeg maar. Die leg ik even op de twijfelding. Nu is het 16:51 dat ik dit aan het opnemen ben. Vanavond... Nee, ik dacht dat we boerenkool zouden eten nog even. Wat we over hadden vanavond. Maar dat doen we niet, want we hebben geen worst en geen jus gehad. Ik ga even kijken wat we nog gaan eten. Daar zal ik nog eventjes wat van laten zien. Vanavond gaan we nog even wandelen. Eigenlijk gewoon dezelfde route weer. Ik neem jullie ook nog wel een keertje mee als we met Ukkie gaan wandelen. Dus dat komt allemaal. Er zijn allemaal leuke ideeën voor andere vlogs. In ieder geval laat ik jullie nog even weten. Laat ik jullie even zien wat we gaan eten. Dan wil ik jullie voor nu alvast heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En als je nog niet bent geabonneerd, zou ik leuk vinden als je dat doet. Geef ook even een like op deze video. En tot de volgende vlog. Doei!